Hallo allemaal. Iedereen verricht in het dagelijks leven rechtshandelingen. Bijvoorbeeld door het sluiten van een overeenkomst. Dat doe je eigenlijk al wanneer je naar de supermarkt gaat en boodschappen doet. Meestal gaat dat gewoon goed. Sommige rechtshandelingen komen onjuist tot stand en hebben dan onwenselijke gevolgen. De wet die stelt daar soms paal en perk aan. De wetgever vindt dat sommige rechtshandelingen niet mogen bestaan. De wet noemt zo'n handeling dan nietig of vernietigbaar. Maar wat is nu het verschil tussen deze twee begrippen? Wanneer de wetgever een rechtshandeling nietig noemt, dan heeft deze nooit bestaan. Dit betekent dat alle gevolgen van deze nietige rechtshandeling teruggedraaid moeten worden en alle betrokken partijen moeten leven alsof deze rechtshandeling nooit heeft plaatsgevonden. Een voorbeeld van een nietige rechtshandeling vind je in artikel 40 van het derde burgerlijk wetboek. Daarin staat dat een rechtshandeling niet in strijd mag zijn met een dwingende wetsbepaling. In artikel 287 van het wetboek van strafrecht, een dwingende wetsbepaling, staat dat je niemand mag vermoorden. Als ik nu huurmoordenaar ben en een huurmoordenaarscontract opstel, dan is dat contract dus nietig. Wanneer een rechtshandeling vernietigbaar is, dan heeft de benadeelde partij de keuze om deze rechtshandeling te vernietigen, maar die hoeft dat niet te doen. Dit betekent dus dat de rechtshandeling gewoon mag blijven bestaan totdat die vernietigd wordt. Een voorbeeld van een vernietigbare rechtshandeling vind je bijvoorbeeld in artikel 44 van het derde burgerlijk wetboek. Daarin staan drie van de vier wilsgebreken omschreven. Eén van die wilsgebreken is bedrog. Stel dat ik ontzettend besodemieter word door iemand en een huis koop wat eigenlijk een bouwval lijkt te zijn, dan kan ik misschien een beroep doen op bedrog en kan ik dus de overeenkomst vernietigen. Ik heb de keuze om dat te doen, maar ik hoef het niet te doen. Stel nou dat ik ineens een heleboel goud in de grond vind van dat huis en ineens dus heel erg rijk ben, ja, dan kan ik er dus voor kiezen om deze overeenkomst niet te vernietigen. Het is belangrijk om te weten dat de wetgever iedere keer apart bij een wet erbij zet of een rechtshandeling nietig of vernietigbaar is. Een overzichtje van de belangrijkste wetten vind je hierna. Na het kijken van deze videoloog hoop ik dat je het verschil begrijpt tussen nietige en vernietigbare rechtshandelingen. Voor meer informatie kijk op www.drwernaert.com. Bedankt voor het kijken.